Zo ziet een raam, een honingkamerraam eruit, vol met honing. Compleet verzegeld van kant tot kant. Aan weerskant hier onder een paar open celletjes. Pas als zo'n raam echt goed verzegeld is, zoals je hier ziet, mooi wit verzegeld, dan is de honing pas rijp. Als je honing gaat slingeren die nog niet heel goed verzegeld is, dan loop je de kans dat er onrijpe honing meegaat. Dan is het watergehalte eigenlijk te groot, dus het is misschien nog meer nectar dan honing. En dan heb je kans dat de honing gaat gisten. Nou, dat willen we niet. Maar honing die verzegeld is op deze manier, die heeft echt een laag watergehalte, waardoor gisten uitgesloten is. Dat is eigenlijk waar het voor doen, hè? Gewoon puur natuurproduct. Gewoon zuivere honing. Als je zo'n raam hebt, zo van kant tot kant verzegeld, echt goed gevuld met honing, dan weegt zo'n raam al gauw 2,5 kilo. Kun je je voorstellen dat ze daartoe in staat zijn om zo'n raam helemaal te vullen. En dan soms wel 1 tot 2 honingkamers helemaal vol.